Ik zou dit bijvoorbeeld niet dragen als ik voor de klas sta of zo. Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe video. En het is vandaag weer een online fashion shopvlog. Zoals jullie gewend zijn is dat dan van Runway en Shein. En ik heb weer heel veel leuke items hier hangen. Er zijn er best wel wat. En er zitten dit keer echt heel veel toffe items bij waar ik gewoon heel erg blij mee ben. Die ik echt best wel veel heb gedragen ook. Ik heb ze inmiddels al een tijdje in huis, maar ik heb nu pas tijd om te filmen. Maar eerst wil ik jullie nog even wat anders laten zien. En dan bedenk ik me nu, maar die ga ik even pakken. Iets anders dat ik heb binnengekregen, waar ik ook, zoals ik heel erg vaak doe, ik heb hier de stickje mat, zelf heb gemaild. En ja, ik wilde gewoon heel erg graag een mooie tas voor mijn laptop. Omdat ik, ja, als YouTuber heb je gewoon vaak je laptop bij je. Ik ook. En voor school ook. Ik moet heel erg vaak gewoon mijn laptop overal mee naartoe nemen. Dat doe ik ook, want dat vind ik gewoon fijn om bij me te hebben. En dan doe ik het gewoon in een linnen tasje, omdat het eigenlijk de enige tas is waar mijn laptop in past. Dus ik heb de Bagstore gemaild of ik daar een tas mocht uitzoeken. En ik wilde heel erg graag een laptoptas uitzoeken. En op die website hebben ze dus super veel laptoptassen. En dan bedoel ik dus niet lelijke laptoptassen, maar echt tassen die voor je laptop gemaakt zijn, maar waar je ook heel veel andere dingen mee kan doen. En je kan zoeken op de inch. En de afmetingen zijn er ook nog bij. Dus ik heb een 15,6 inch laptop. Ik heb ook opgezocht ja, wat de afmetingen daarvan zijn, want 15,6, ja, je hebt zeg maar 15, 16, dus dan moet je even kijken wat dat is. En een van de tassen die goed was voor mijn laptop, was deze, waar ik echt heel erg verliefd op ben. En ik vind de prijs ook nog wel mee van, want hij is 130 euro, maar het is gewoon echt een hele mooie, stevige leren tas die er gewoon zo tof uitziet. Ik denk eigenlijk, om eerlijk te zijn, dat iedereen die dit nu ziet, ook nu denkt dat hij het mooi vindt. Ik kan me niet voorstellen dat iemand dit niet mooi vindt. En toen ik hem kreeg, heb ik hem meteen aan vriendinnen laten zien. Aan mijn ja, familie-app. En iedereen die hem zag, zei meteen wauw. En dat heb ik eigenlijk nooit. Als ik iets heb gekregen of gekocht, zijn de meningen altijd wel verdeeld. Maar bij deze vond iedereen hem mooi. Mijn laptop was er dus exact in. Oh ja, gisteren was ik ook weer op mijn oude stage. En meteen zei ze ook wat een mooie tas. En hij heeft gewoon echt super veel vakjes sowieso aan de binnenkant. In het grote vak heb ik dan mijn laptop, maar dan heb je hier nog een vak. Nou, dan heb je hier nog zo'n vak. Die met dit dicht gaat. En mijn oma was er gisteren, die zei, oh ja, alleen je laptop was er zeker in. Maar nee, ik heb notitieblok, ik heb mijn stekker, mijn oortjes, mijn stekker van mijn laptop, van mijn telefoon, een notitieblok, mijn statief voor mijn camera. Mijn camera zat er net in en dan heb ik nog meer ruimte. Er past zoveel in, maar hij toont zeg maar heel smal, zie je? En hier heb je dus nog een vak. Nou, nu heb ik hier voor mijn bril in zitten. Ik heb hem echt pas gisteren of eergisteren binnengekregen. En hier ook nog een vak. En hij is dus van Berkeley. En ja, ze hebben gewoon sowieso heel veel mooie tassen bij die winkel. Maar ik vond het voor laptops heel erg fijn om daar wat uit te zoeken. En mocht je ook op zoek zijn naar een goede laptoptas, neem zeker daar even een kijkje. Deze is volgens mij precies in deze kleur nu uitverkocht. Maar ik heb een linkje van dezelfde tas in een iets meer cognac-achtigere bruin kleur. Mocht je ja, even willen kijken naar deze tas. En hij is gewoon helemaal, ja, hij is echt fantastisch. Ik ben hier echt blij mee. Ook met het oog op bijna afstuderen heb ik gewoon een, ja, een zakelijke, mooie tas die gewoon bij me past. Dus ik ben hier echt super gelukkig mee. Dat wil ik het eerst even laten zien. Sorry voor het lange praatje. Ik zou er nog langer over kunnen praten, maar dat ga ik niet doen. Dus ja, linkje daarvoor staat in de beschrijving. En daar ben ik heel erg blij mee. Dan ga ik nu beginnen met Runway. En ik heb de aanbeelden hiervan al gefilmd. Dus ja, ik ga er gewoon even zo snel mogelijk lekker doorheen. Want jullie willen met name de aanbeelden zien, denk ik. Het eerste, echt mijn meest favoriete item van deze shoplog van de kleding, is dit jasje. En als je mij persoonlijk kent, heb je gezien dat ik deze echt super vaak draag. En als je me op Snapchat volgt, zie je dat ik hem ook veel te vaak draag. Ik heb hem bijna elke dag aan, omdat ik hem zo chill vind voor ja, het weer nu buiten. Het is deze lange legergroene ja, jas, jackie. Hij is echt veel te groot eigenlijk voor me. Als ik hem dicht doe, ziet het er heel erg raar uit. Ja, wat kan je hier nou over vertellen? Het is gewoon zo echt een ongelooflijk chill jasje. En ik draag hem nu bijna elke dag gewoon op een zwarte broek met gaten. En dan heb ik een topje en dit eroverheen. En je outfit is gewoon echt super leuk en klaar. En je hebt ook meteen een jasje voor nu voor buiten. En op de achterkant staat dus Can't Afford to be Plain. Super vet. Ik ben er echt blij mee. Ik krijg ook van iedereen complimentjes over hoe die staat. En ja, dat is deze. Het volgende is een badpak. En ik ga zeker vaker daar badpakken uitzoeken. Ik dacht, ik doe het gewoon een keer. En dit badpak is ook echt serieus maar een tientje. Ik vond hem echt fantastisch. Nu ik hem nu zie, denk ik, het is eigenlijk best wel een beetje een apart printje. En ik heb een heel soort ingezoomd aanbeeld voor jullie. Want ik voel mezelf niet mooi genoeg om zo op internet te zetten. Dit is een soort van tweedelig, ja hoe laat je het zien? Tweedelig badpak. Dit is dan het broekje. En dan zit het dus van voor een heel klein stukje hier zo op je buik. Aan elkaar en van achter open. En er zit een topje. En het is een super chille kwaliteit. Het zit gewoon lekker.
En de badpakken, gewoon dat soort webshop is echt een kijkje waard om... Ik heb 2 weken een video opgenomen, dat kan niet meer. Is het echt de moeite waard om een kijkje te nemen qua badpakken? Deze is dus een tientje en je hebt echt nog veel goedkoper dan bikinis en zo. Superleuk! Ga ik volgende keer zeker weer een badpak of iets bestellen. Dan deze leuke trui. Ja, ik heb het nu al 2 maanden geleden besteld of zo. Dus het is nu niet echt meer truien weer. Maar aan de andere kant, het is niet eens zo heel warm buiten. Caffeine Queen. Superleuke grijze trui. Ik hou heel erg, zoals jullie misschien wel weten, van dit soort truien met printjes erop. En dit is echt een hele prima kwaliteit, zoals je dat ook gewoon gewend bent in de Zara of de H&M. Gewoon best wel dik, van binnen lekker zacht, de print is mooi, gewoon een goede trui, netjes afgewerkt, superleuk. Oh ja, en dan nog iets wat echt fantastisch is. Het is nu dus eigenlijk te warm, dus dat is wel balen. Ja, de items kwamen heel wisselend binnen, want Shein kwam er veel later, dus de kleren die jullie straks gaan zien. Dus ik wil even wachten met deze laten zien tot ik Shein ook binnen had. Maar dat is deze jas. En ik weet niet of jullie Live of Yvonne kennen. Yvonne Koldewijer. Ik vind het echt zo'n jas voor haar. Bij mezelf vind ik het nog best wel heftig. Ja, ik durf hem gewoon niet heel erg nog te dragen. Omdat ik hem zo opvallend vind. Dan voel ik me zo een beetje Miss Piggy erin of zo. Maar hij is zo ontzettend leuk. Oeh, kijk jongens. Zo'n prachtige jas. En deze kwaliteit kan ik echt even zeggen. Dit is echt alsof je zo'n beetje Zara heeft vaak van die 100 euro jassen. Dit lijkt echt op een 100 euro Zara jas. Echt waar. Zo mooi gevoerd. Ook een heel chic label. Echt een soort van wol of zo. Ik weet het niet. Je moet maar kijken als je... Het staat vast op de website wat voor materiaal het is. Dan nog een andere trui. En dit vind ik wel weer een beetje een gek ding of zo. Dat ik denk, waarom heb ik dit besteld? Het is heel leuk, maar het is super random. Ik vind zelf deze kleur geel-wit een beetje een vies kleurtje. Maar als ik dan het aanbod terug zie, denk ik wel van... Oh, hij staat echt super leuk. Dus wat vinden jullie hiervan? Ik weet ook niet of dit iets met Berlijn is of dat het... geen idee wat het betekent. Maar deze trui is echt mega zacht van binnen. Alleen dit is weer wel, vind ik, een wat goedkope kwaliteit of een andere kwaliteit of zo. Die grijs is echt een normale standaard trui. Dit is een beetje een gek truitje. Ik weet het niet. Het is ook apart gestikt. Deze laag, deze laag, deze laag. Dus dit vind ik wel minder, moet ik eerlijk zeggen. Maar alsnog wel leuk. En een andere trui, ook een beetje een hele gekke trui. Deze is eigenlijk te groot. Het is bijna een soort van hele dunne sport sweater. Ik vind hem dus best wel leuk staan. Ik heb ook echt niet zoiets zo helemaal liggen roze. Maar hij is dus heel dun. Dus het is echt een zomertruitje of iets. Het is, ja, dat kunnen jullie... Ik ben benieuwd of je dat dan ook ziet op beeld. Het is, ja, zo. Zo een dun stofje. En in het ding staat ook welke maat ik heb genomen. Ik had hem zelf een maatje kleiner gewoon wel kunnen nemen. Maar het is nog wel oké. De band sluit op zich nog wel aan. Maar ik vind hem wel heel leuk, maar ik vind hem heel erg apart. En het laatste, dat wel een beetje een miskoop. Soms als je dus gewoon wat mag uitzoeken, dan denk je van... ja, ik kies even iets wat ik normaal niet zou dragen. En dat was dit. En ik heb me aan mijn nichtje beloofd. Ze zei, oh, dat vind ik wel leuk voor de zomer. Dat is deze. Hij past wel net, maar ja, het staat niet mooi. En als je hele mooie van die slanke... van die Australische surfmeiden of zo armen hebt, whatever, ik weet niet. Dan staat dit wel leuk, maar bij mij echt totaal niet. Het is ook echt heel erg klein. Had ik ook gewoon... waarschijnlijk kunnen zien bij de maten. Dat is dit topje. Ja. Ik ben benieuwd of er mensen zijn die die leuk vinden. Dan Shein. En ik bestelde weer een velvet top. Ik weet eigenlijk niet waarom, want ik hou niet heel erg van velvet. Maar ik heb van de Primark, weten jullie misschien wel, een velvet top. Eigenlijk hetzelfde in het roze. En dan kom ik achter dat roze gewoon niet heel erg mooi is bij mijn huiskleur. Toen dacht ik, nou, ik ga er eentje in het grijs bestellen. Die was volgens mij ook echt heel erg goedkoop. Dus dat is deze. Ik vind hem nu niet heel erg voor de lente en de zomer. Meer voor als het weer ja, een beetje feestdagen. Of in de winter. Of misschien wel in de zomer op een feestje. Ik zou dit niet zomaar even dragen. Zouden jullie dat wel doen? Een velvet top. Hele prima kwaliteit. Alleen van onder is hij echt geknipt. Dus hij boeit dat niet. Maar dat is, hij is niet afgewerkt, zeg maar. Dus dat is best wel een beetje apart. Ik heb niet heel erg veel verstand van kwaliteit. Of iets goed is. Maar... oh, deze jongens. Ik ben nog nooit zo verbaasd geweest toen er iets binnenkwam van zo'n Aziatische webshop. Want dit is zo erg... Ik wil het echt, ik zeg het echt, wat wil ik dan? Zo'n erg, echt zo'n shirt die je niet verwacht. Deze kwaliteit, ik ben zo verliefd op dit shirt. Komt ie. Ik wilde al zo graag een shirt met Tita. En ik wou steeds van die eBay AliExpress shirts bestellen. En die heb je ook wel eens op dit soort webshops. En toen zag ik deze en ik dacht van, wow, die ziet er gewoon veel mooier uit of zo. En hij paste. Ik was de Ruben was ook thuis en ik kreeg het binnen. Ik zeg, oh my god, hij past. Ik was zo blij. Ik weet niet precies waar. Ik zou dit bijvoorbeeld niet dragen als voor de klas of zo. Maar, of ook niet met kinderen, denk ik.
Ja, ik weet niet. Als je dan weer een moeder bent, vind ik het wel weer grappig of zo. Ik weet niet, wanneer zouden jullie zoiets dragen? Of zou je het überhaupt dragen? Maar kijk, die tepeltjes zijn ook echt gestikt. Dit is ook gestikt. Het is er niet opgeplakt met print. Ik snap niet hoe dit op die website kan staan. Want ja, net als met deze jas, dat is dan ineens zo'n goede kwaliteit. Dus je weet, dat is wel lastig. Je weet niet wat je kan verwachten eigenlijk. Of je moet misschien heel goed naar de foto kijken. Maar ik had niet verwacht dat dit zo mooi top zou zijn. Het is echt een beetje zo'n stretchy top, maar niet te stretchy. Ja, hoe zeg je dat? Ik vind het gewoon echt een prachtig shirt. En de kwaliteit is gewoon geweldig. Alsof je het echt wel gewoon in een, ik zeg weer echt, in een duur winkeltje zou kopen of zo in Nederland. Dan nog een ander topje waar ik echt super blij mee ben. Waar ik super blij mee ben. En dat is deze. En ik draag nooit lange mouwen, hè, behalve als het een blouseje of zo is. En ik draag eigenlijk ook nooit zwart. En ik wilde wel een keer gewoon een zwarte top met lange mouwen. En sorry, zit allemaal kattenhaar op. Ik weet niet of jullie dat zien. En dit is best wel een lang shirt. Ik vind hem heel erg mooi. En er zit een best wel diepe split in. Dus je moet wel een hoge broek dragen. Of niet erg vinden dat je dan hier bloot bent aan de zijkant. En hij valt perfect qua maat. Dit is echt het meest simpele ding ooit hoor. Het is ook gewoon, zit alleen zo'n L staat erin. Helemaal geen merkje of zo. Maar dit is best wel een dikke, zachte stof. Hij voelt heel erg fijn. Voelt ook echt super chill qua de kwaliteit. Alleen hij zit vol met haren. Ik zie het op het aanbod. Dit is zo'n kledingstuk dat je gewoon in je kast wil hebben of zo. Dat had ik nog niet. En dan het allerlaatste. En deze valt een beetje mooi. Je ziet ook als ik straks mijn armen omhoog doe. Dat het net een beetje strak valt of zo. Maar toch staat hij wel leuk. Maar dit is iets dat ik. Dat is weer zo'n net niet dingetje voor mij. Maar stel je bent weer kleiner of slanker of zo. Had dit echt fantastisch voor je kunnen zijn. Ik blijf gewoon echt zeggen. Want blijkbaar zeg ik dat heel erg vaak. Dat is deze trui. Hij is wel heel erg mooi trouwens. Gewoon een dikke, mooie kwaliteit. Geen wol, denk ik. Dat vind ik zelf altijd wel fijner. Alleen de kool hadden ze ja, of korter moeten doen of langer, vind ik zelf. Het is nu zo'n net niet kolletje. Maar ik vind hem wel erg mooi. Ik ben dit keer heel enthousiast over de items. Er zitten echt een paar dingen bij waar ik zo blij mee ben. Leuke vraag. Schrijf eventjes op hoe vaak je denkt dat ik echt heb gezegd in deze video. Het valt me nu ook pas op. Oké. Ik weet niet of het eruit zag alsof ik een beetje mijn pyjama aan had. Maar goed, heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Alle linkjes staan in de beschrijving. Ook van de tas, waar ik zo blij mee ben. Zo blij. Ik ga nu ook weer naar mijn ouders en ik neem met zoveel plezier deze tas mee. Dus vergeet geen duimpje omhoog te doen als je deze video leuk vond. En als je nieuw was, vergeet niet te abonneren als je dat leuk lijkt. Dan zie ik jullie zaterdag om 9 uur met een nieuwe video. En misschien ook wel ergens tussendoor in de week met een extra video of meer. Je weet het maar nooit. Bedankt voor het kijken en hopelijk tot dan. Doei!